Er ligt een storing boven Nederland en die storing trekt langzaam naar het noorden. Levert bij ons vooral bewolking op, want de bewolking is nou niet van dienaard dat er heel veel regen uitvalt. Verder is er ook ruimte voor een enkele opklaring en ziet het er eventjes wat vriendelijker uit. En voor de avond moeten we naar de opklaring gaan kijken in het westen van België en in het noordwesten van Frankrijk. Die komen geleidelijk aan dichterbij en dat betekent dat de bewolking toch langzaam maar zeker dunner gaat worden. En de kans op neerslag in ieder geval sterk afneemt. Temperaturen vanavond 4 of 5 graden, in de nacht dalend naar 2. Tot 4 graden en dan komen er wat bredere opklaringen voor. En als het echt wat langer opklaart, kan het vooral vlak bij de grond wel eens afkoelen tot dicht bij het vriespunt. Er staat in elk geval niet heel veel wind. Kijken we naar morgen, dan beginnen we de dag met flinke zonnige perioden, met name in het oosten van het land. Geleidelijk aan van het westen uit toenemende bewolking, en in de avond volgt van het zuidwesten uit dan regen. Daarbij gaat de wind ook flink aantrekken, wordt matig tot vrij krachtig boven land en in de kustgebieden in de avond misschien wel hard windkracht 7. Temperatuur overdag een graad of 7. Dan de dagen die volgen, die zijn zeer wisselvallig met van tijd tot tijd storingen, die brengen dan regen. En daarnaast ook veel wind. En de wind speelt vooral een belangrijke rol in de nacht van woensdag op donderdag. Dan kan het in de kustgebieden misschien wel stormen met windkracht 9. Nou ja, verder dus vaak veel bewolking. Langzaam wordt het wat zachter. Vrijdag zitten we rond een graad of 9. En dan de dagen die volgen laten een hoge temperatuur zien. Misschien dat we zaterdag wel even pieken boven de 10 graden. En ook de nachten zijn voorlopig zeker niet koud. De kans op vorst is heel klein. We hebben dus eigenlijk geen winterweer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.